plan. Ik heb dit motorblok gekocht. Dit is een 125cc viertakblok met vier versnellingen en een neutraal semi-automaat. En deze ga ik gebruiken om een driftrack mee te maken. Nou is een driftrack zelf niet heel uniek. Colin Furze heeft er al een aantal gemaakt en er staan er nog veel meer op internet. Maar ik ga hem maken met heel weinig tools, namelijk vooral een 3D printer. Ten eerste dat ik het frame ga opbouwen uit aluminium kokers, deze, en met geprinte koppelstukken dit helemaal in elkaar gaat bouwen. Gaat het sterk genoeg zijn? Geen idee. Gaan we achterkomen. Maar deze kokers zitten nog niet aan elkaar vast. En nu komt het leuke deel, want deze kokers die ga ik dus allemaal met 3D prints aan elkaar verbinden. En in Fusion teken je dat allemaal in de samenstelling. En dat is super handig eigenlijk, want ik heb dus nu mijn hele frame met kokers. En ik hoef nu alleen maar de koppelstukken eromheen te tekenen. En ik kan gelijk zien wat dat nou precies doet met die kokers. Ik heb deze hele bak aan onderdelen al geprint. Zoals je ziet, allemaal verschillende onderdelen. En nu is het tijd om de kokers op maat te gaan zagen. En hier een framepje van te gaan bouwen. Deze video is gesponsord door Do It Self Store. Do It Self Store heeft in dit geval al het aluminium geleverd. Dus de buizen, de kokers. Ik bestel hier regelmatig mijn kokers, mijn buizen, mijn stafmateriaal voor de draaibank. Maar ze hebben nog veel meer. Het is een hele handige website met staal, aluminium, messing, brons, RVS. In stafmateriaal, in strip, in koker, in plaatmateriaal. En ze hebben ook nog wat bevestigingsmaterialen. En nog veel meer. Dus ga even kijken op de website Doe Het Zelf Store voor als je een keertje iets zelf doet. Gaan wij door met de beeld. En dan is het nu tijd voor, jawel, het voorwiel. En ik heb overwogen om dat ook met die buizen te maken en 3D printen. Maar toen zat ik nog eens naar mijn minibike te kijken en dacht, die voorvork die doet het vast ook. Dus, dit is de voorvork. Lekker makkelijk. De frame zit zo goed als in elkaar. Eigenlijk bijna helemaal. Dan is het nu tijd voor de wielen. En daarvoor heb ik deze mooie stukken HDPE buis. En HDPE is een kunststof, eigenlijk vergelijkbaar waarmee snijplanken gemaakt worden. Oftewel, het is niet heel hard, het is heel slijtvast en je hebt er geen grip mee. Ideaal dus voor een driftrack. De meeste mensen wat ze doen, is deze buis om kartbanden heen schuiven. Kartband op een velg, deze eromheen, kartband oppompen, vast. Superleuk concept, super makkelijk ook natuurlijk, maar dit is een 3D printed driftrack. Dus ik dacht, ja, die kartbanden die gebruik je helemaal niet, alleen om dit vast te houden. Dus, ik heb deze geprint. Op één zo'n ding is die 30 uur aan het printen geweest. Ook omdat ik maar een kleine nozzel had. Ik heb een 0.4 nozzel. Als je dit met een 0.8 of 0.6 gedaan had, ja, dan was het een heel stuk sneller gegaan natuurlijk. Maar goed, hadden we niet voor deze printer. Dus, deze.
dit begint er wel op te lijken langzaamaan. Ik moet straks nog een zitting op en ik moet het nog aansluiten dat de benzinetankje op zit met de carburateur en de uitlaat. En dat is al even een uitdaging, want de opening voor de uitlaat komt hier uit het blok. En zoals je ziet zit daar eigenlijk de meest kritische 3D-print strak naast. Niet ideaal, had ik misschien in het ontwerp wat rekening mee kunnen houden. Heb ik niet gedaan. Nu te laat. Maar, kijk. Deze heeft een bocht. De uitlaatbocht. En die gaat er dus strak langs. En deze die gaat gloeiend heet worden. Naast. Nadat die print zit, gaat dat allemaal buigen. En dat zie ik niet zo zitten. Nou had ik dat op Instagram gezet. En toen had ik van een van jullie een goede tip gehad. Dus, dat gaan we doen. En dat is heat shielding om de accu. Nee, niet om de accu. Om de uitlaat. Dus, deze erop. En dan heat shielden. Dit stukje eraf. Oké, motorisch gezien zit alles erop. Het motorblok natuurlijk, de uitlaat, met de isolatie. Benzinetankje heb ik hiervoor vastgezet, carburateur zit erop. De slangetjes. Alleen de kickstart hendel, die past niet zo heel goed. Dus die zit nu een beetje zo half-half. Ik hoop dat dat gaat werken. Laten we gaan proberen. Dit is wel leuk content. Maar is voor het project niet super gunstig. Aan de meer positieve kant, hij startte bijna. Ik had één keer dat hij terugsloeg. En één keer dat hij een paar slagen maakte. Het leek er plat op de weg, ideaal. Maar ja, dit is wel minder ideaal. Je kunt natuurlijk even goed wel kijken of we hem gestart krijgen, want dat blijft een dingetje.
best wel prima, hè? Ja, dat is oké.